Superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik ben Lotte en in deze Get Ready With Me neem ik jullie mee tijdens het klaarmaken. Ik ging deze dag naar twee events en ik vind het altijd wel leuk om dan goed voor de dag te komen en om lekker uit te pakken met kleding, make-up en mijn haar en zo. En de dag begint dan natuurlijk met het springen onder de douche. En daarna natuurlijk je gezicht goed te verzorgen. Dus ik breng hier eerst een olietje aan en daarna een dagcreme. En dan poets ik mijn tanden met de Colgate Max White Expert Complete. En dit is een hele bijzondere tandpasta, een hele luxe tandpasta ook. Hij heeft een uniek pro-oxide complex formule die waterstofperoxide bevat. En dat is het professioneel aanbevolen whitening ingrediënt voor wittere tanden en diepe vlekverwijdering. En dan zorgt het Advanced Brightener System in de tandpasta ervoor dat je op een makkelijke en veilige manier direct wittere tanden krijgt. Dus meteen na de eerste keer poetsen zie je al resultaat. Echt heel tof. De tandpasta bevat ook de aanbevolen hoeveelheid fluoride, waardoor je tanden ook nog eens de juiste zorg krijgen. En voor het meest zichtbare en langdurige resultaat kun je de tandpasta het beste 3 maanden lang iedere dag gebruiken. Oh ja, en extra leuk, in week 38 heeft Kruidvat een 1+1 gratis actie op deze tandpasta van Colgate. Dus sla je slag, zou ik zeggen. En toen mijn tanden weer fris en schoon waren, begon ik met het feunen van mijn haar. Ik maak het nooit helemaal droog. Ik laat het liever aan de lucht drogen, maar het is wel handig als ik het eventjes een handje help, zodat het wat sneller droogt. Anders duurt dat uren natuurlijk. En als het bijna droog is gefeund, dan borstel ik het eventjes door, zodat het ook mooi opdroogt. En dan is het tijd om de outfit uit te zoeken. Vind ik altijd zo lastig, want het liefst wil ik er super chic uitzien, maar ik heb dan ook weer geen zin om hakken aan te doen en... altijd even lastig. Ik ging uiteindelijk voor een van mijn nieuwere blousjes. En deze vind ik heel erg mooi. Die staat me ook goed. En ik droeg er ook een paar leuke armbandjes bij. Daarna deed ik mijn parfum op. Dit is mijn favoriet op het moment. Ruikt echt heel lekker classy en anders dan anders. En dit waren de schoenen die ik vandaag aandeed. Ik wilde eigenlijk hakken aan, maar dat loopt niet zo lekker. Dus toch maar mijn laarsjes aangedaan. En dit is dan de uiteindelijke outfit. Een beetje chic, maar ook nog casual door de platte laarsjes. En daarna was het natuurlijk ook nog eventjes tijd voor het beauty momentje met make-up. Ik bracht eerst een primer aan, zodat mijn make-up ook de hele dag mooi zou blijven zitten. Dat is altijd wel belangrijk. En daarna gebruikte ik een foundation om mijn huid een egale basis te geven. Daarna een beetje concealer onder de ogen voor een extra frisse oogopslag. En natuurlijk eventjes afpoederen, zodat het ook allemaal goed blijft zitten. Tijd voor de wenkbrauwen. Ik gebruik hier een wenkbrauwpotlood en ik zet altijd eerst een lijn aan de onderkant en aan de bovenkant en daarna vul ik hem verder in. Dit is de oogschaduw die ik heb gebruikt en ik ging voor een wat kleurrijkere look. Ik begon met een warme bruintint in de arcadeboog, daarna een wat donkerdere bruintint in de buitenste ooghoek en vervolgens ging ik daar nog overheen met een wat roodachtige kleur. Daarna pakte ik een rode oogschaduw en die bracht ik op het bewegende ooglid aan. En op de binnenste helft van het ooglid bracht ik een warme goudtint aan. Nog even terug met die rode kleur in de arcadeboog. Ik bracht een roze highlighter aan in de binnenste ooghoek. En daarna besloot ik nog wat glittertjes toe te voegen. En deze zijn ook een beetje roze-achtig, waardoor de look ook uiteindelijk meer roze is geworden dan bruin. En dat vind ik wel heel erg leuk. Beetje oogschaduw ook aan de onderkant van het oog. En natuurlijk ook een soort van eyeliner, maar dan gezet met oogschaduw. Een paars lijntje ging ik voor vandaag. Dan gebruik ik daarna nog een huidkleurig oogpotloodje voor op de waterlijn, zodat je er lekker wakker uitziet. En natuurlijk bracht ik ook een paar laagjes mascara aan om de ooglook helemaal af te maken. Ook op de onderste wimpers voor een meer smoky effect. Tijd om te bronzen. Ik breng de bronzer aan op de jukbeenderen, op het voorhoofd, op de neus en onder de kaaklijn. En deze blush die zorgt ook weer voor een mooie, warme, bruin-rozige gloed. De highlighter die ik koos heeft een beetje een gouden, roze duochrome finish. En dat past ook wel weer heel erg goed bij die ooglook die ik heb gemaakt. En ik ging er nog overheen met deze lichtroze highlighter, die ook lekker opvallend is.
Tijd voor de lippen. Ik koos voor een lipglossje. Dat is ook lekker makkelijk bij te werken voor onderweg. En deze past ook goed bij de ooglook qua kleur. En daarna gebruik ik nog een setting spray om mijn make-up de hele dag perfect te laten zitten. Even wapperen. En dat is dan de uiteindelijke make-up look. Ik was er zelf wel heel erg blij mee, moet ik zeggen. Zijn we weer terug in de badkamer voor het haar, want mijn haar was natuurlijk nog niet helemaal ready to go. En eigenlijk is dit hoe ik 9 van de 10 keer mijn haar doe als ik wil dat mijn haar goed zit. Ik krul gewoon een paar plukken, niet mijn hele haar. Als je heel stijl haar hebt, zou ik wel je hele haar krullen als je krullen wil. Maar omdat ik al een slag in mijn haar heb, hoeft dat bij mij niet per se. Ik krul een paar plukken aan de achterkant en een paar plukken aan de voorkant. En hier en daar wat onderste plukken, zodat ik lekker veel structuur en slag in mijn haar heb. En ik gebruik daarvoor een hele grote krultang. Dan krijg je een wat lossere krul effect. Ik ga er met mijn vingers doorheen als ze zijn afgekoeld en ik borstel mijn haar daarna ook nog even door. En dan heb je dus een heel mooi wavy effect. En toen was het alweer tijd om te gaan. Ik deed even mijn jasje aan en ik pakte mijn tas en dat was het dan. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Tot de volgende keer. Doei!